Vorig jaar juni vertrok Ooms met zijn gezin naar Zuid-Afrika om zich verder te specialiseren in hand- en polschirurgie. Kaapstad is een van de gevaarlijkste steden ter wereld, waar bendegeweld aan de orde van de dag is. Het is zielig voor de mensen daar, maar er is heel veel onveiligheid in werksituaties, maar ook qua criminaliteit. Ja, wat heel veel schade oplevert aan hand en pols. En ja, dus heel veel te doen en te leren voor mij. U had daar heel veel aanbod. Ja, cru maar waar, ja. Het zijn overvallen en ook veel onderlinge afrekeningen in de slechte wijken. En dat wordt of met het pistool gedaan of met het mes of door te bijten. En alles levert vrij vervelende verwondingen aan polsen en vingers op die ik daar kon repareren. En dat is iets wat je hier veel minder tegenkomt. Ruim een jaar weg uit het vertrouwde en vooral veilige Nederland. Ook het gezin moest zich aanpassen aan de daar geldende spelregels. De belangrijkste spelregel is dat je niet alleen op stap gaat. En dat geldt eigenlijk zowel overdag als in de avond. Dus je moet, zodra je uit de omgeving waar het met name veilig is en waar veel mensen zijn, komt, dan moet je niet in je eentje gaan lopen. Altijd met z'n tweeën of meer. En het tweede belangrijke punt is eigenlijk dat je binnen de wijken blijft waar het veilig is. En dat is grof gezegd, zeg maar, niet in de townships in je eentje en ook niet met meerdere personen als het niet onder begeleiding is. De Nederlandse gezondheidszorg is echt uitzonderlijk goed, maar het is niet zo dat die daar slecht is. Er is alleen een enorm verschil tussen arm en rijk en een gespleten systeem met privéziekenhuizen waar je alles kan krijgen wat je wil en wat nog luxer is dan hier in Nederland. En de publieke ziekenhuizen waar je geduldig moet wachten op je beurt en uiteindelijk voor bijna geen geld ook geholpen wordt. Alleen het duurt veel langer. Afstanden zijn heel groot. Eigenlijk binnen Kaapstad met 3 miljoen inwoners zijn de afstanden al groot. Maar de patiënten kwamen ook van alle dorpen en steden uit de omgeving naar de handkliniek en moesten daar uren en uren voor reizen en ook sparen. Soms, omdat zelfs het beetje wat het openbaar vervoer daar kost, dat hebben ze al nauwelijks. Marleen is verpleegkundige en ook zij heeft ervaring opgedaan in Kaapstad. Ik denk dat bij ons beide werk, zowel bij Edwin als mij, echt wel een eye-opener was. Dat je hier in Nederland heel veel luxe problemen eigenlijk zijn waar mensen mee naar de dokter of naar de huisarts toe lopen. En daar waren toch wel essentiële en basale dingen. En dat is wel mijn belangrijkste leerpunt geweest. Dus het goed relativeren, dat is wel bijgebleven. Ja, het verschil tussen arm en rijk, waarbij men daar toch echt niet minder gelukkig was.